Het personeel van het Sint-Vincentius ziekenhuis zegt dat de zorgsector met veel problemen kampt. Diverse zorgverleners van het ziekenhuis zijn ontevreden over de opschorting van de vakbondsactie. Ze hebben niet alleen problemen met hun cao, maar zitten ook met hun handen in het haar ten aanzien van het schaarse medische materiaal. We werken op de afdelingen, maar we zitten zonder materiaal. Geen handschoenen, geen verbandmateriaal, geen plakband, geen gaasjes, geen deppers. Als we patiënten moeten verbinden, we moeten recepten aan families geven dat ze medische verbandmateriaal moeten gaan laten halen bij de apotheken. En dan pas kunnen we patiënten verbinden. Het kan niet zo blijven. Want geen handschoenen, hoe moet ik iemand als iemand die net van urine ligt met mijn blote hand gaan verschonen? Ja, dus dat kan niet. We moeten echt wel een oplossing hiervoor ook vinden. Want steeds weer hoor je hetzelfde liedje, er is geen geld, maar ja, wat, hoe verder? Je draait een ziekenhuis, maar je ziekenhuis kan je niet met blote handen gaan draaien. Ja, je moet materiaal hebben. De operatiekamer ook hetzelfde. Dat we met minder materialen moeten werken en ondanks COVID. De andere ziekenhuizen niet opereren, werd er bij ons volop geopereerd. Een hele waslijst bijna, kan je zeggen, dagelijks. Zo ook met CITO-gevallen. Maar we hebben gewoon normaal gewerkt. Maar de COVID-gelden kunnen niet komen. Dus en ook de verbruiksmaterialen die we nodig hebben, laat ook de wensen over. We kunnen ons werk niet optimaal doen. Orlando Seder, penningmeester van de bond bij het Sint-Vincentius ziekenhuis, zegt dat de zorgsector in groot gevaar is. Hij geeft aan dat er een aanpassing moet komen voor bepaalde tarieven. Het gaat niet goed in de zorg. Het sector bloedt dood. Snap je? Er zijn tarieven die we handhaven hier zo bij behandelingen en bij het opnemen van patiënten die veruit den boze zijn. Sinds 2014 zijn die bedragen niet aangepast. En als de particuliere ziekenhuizen zichzelf boven water moeten proberen te houden met bedragen die ver onder de grens liggen, dan snapt u me. Dus dat is het. Dat was Rolando Seder, penningmeester van de bond bij het Sint-Vincentius ziekenhuis.